Ben en ik mogen in de tuin gaan zoeken bij iemand. Dus vandaar dat we ook het koptelefoontje bij ons hebben. Maar ik haal hier net een hele mooie halve leeuwencent uit. Prachtige staat nog. En Ben had gelezen dat die uit 1902 komt, hè Ben? Ja, volgens mij, als ik het goed heb gezien wel, ja. 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 Kijk, zie je het? Ben werkt met de koptelefoon. Dan hebben de mensen ook wat rust op hun zondag. Ja, dan versta ik jou bijna niet. Ja. Hey, ik hoor jou ook bijna niet. Dus, maar de eerste munt is eruit. Hij is leuk. Mooie halve leeuwencent. Ja, en dit huis is van deze boerderij was van rond begin 1900, dus dat klopt wel ongeveer. Ja. Dus misschien zit er ook nog wel een zilver wilhelminatje in. En we gaan toch eventjes straks ook kijken hierachter, ja, denk ik maar. Ja, wat een hele goeie. Gewoon eventjes proberen. Je weet het nooit. Nee. We staan nu bij de zijkant van het huis en Ben, die haalt toch een leuke medaille uit de grond. Ja. Wat staat erop? De avondvierdaagse. Daar staat er een 2 op. Ja, laat je inballen, jongen. Vind ik het. Dat is bekend. Avondvierdaagse. Ja, hij staat erop. Nog een keer. Je kan wel met Annemiek gaan zoeken. Ja, hè? Volgens mij is het een. Volgens mij is het een ziekte onder de metaaldetectors. Ja, hè? God. Laat hem nog eens een keertje goed zien. Kijk, ja. Avondvierdaagse. En dat was, die had je eerder al gevonden. Ja, wij denken toch dat het een horloge of een sleuteltje, kloksleuteltje of een riemsluiting misschien zelfs wel. Le clé. Maar ja, we hebben verder niks anders heel ouds gevonden. Dus, ik vraag me af, als we dit af hebben, ja? Waar kunnen we dan heen gaan? Want het is niet zo heel groot meer. Naar hiernaast? Hey? Even bij de buurman vragen of we toch op dat land mogen. Ik weet niet welke het is. Ja, die toch, daar zo. Ja, maar dit land is natuurlijk wel wat hij al zei, hè. Ik weet niet of daar nog wat te vinden valt. Ja, nou ja, dan gaan we even kijken, joh. Ja. Is goed. Maar ja, in ieder geval, dat is wel een grappige vondst, Ben. Hey? Dat was wel een grappige vondst. Ja. Yes. Nou, we zijn even bij het huis weggegaan. Het was niet veel met de vondsten daar. Maar we zijn nou even op een leuk stukje, openbare groen. En ik heb een zinken 10 cent gevonden. Kijk eens. Ja, dat is een mooie. Kom jij ook maar eens even kijken, oh, Ben. Dat is genieten, hè? Kijk eens hoe mooi. Hoeveel jaar al? 1942. Wow, moet je kijken hoe mooi die nog is. Wat heb je hier gevonden dan? Ja, hier zo. Even kijken, gewoon in dat pad. Waar dan? Hier. Ja, daar zo. Hier, daar heb ik het, daar zo. Die is mooi. Ja, kijk eens. Oh, zo. Hier ben ik ook heel erg blij mee, hoor. Kijk, als ik zilver vind, vind ik het leuk. Maar deze is ook prachtig, hoor. Ja, dan ga ik snel verder. Ja, maar ja. Ben had net al een kogelhuls en ik had net ook nog een bomscherf opgegraven, Ben. Dus er is hier wel wat in de oorlog gebeurd ook, dit stukje. Goeie plek voor mij, hè? Ja, lekker hoor, maat. Je hebt een kogel. Ik heb een kogel. Ja. Misschien ook wel weer Duits zou kunnen. Hè? Die ene stempel die je net hadden was ook P98, geloof ik. P28 is dit. Een P? 28. Ja, dus Duits. Maar ik ga hem niet meenemen. Ook best grappig. Een sleutel en een naamplaatje. Esther. Nee, gewoon een sleutel met een naamplaatje. Esther. Ken je geen Esther? Nou ja, misschien zit ze nog wat te kijken later. Dat ze denkt, hé, dat is van mij. Maar ja, zo te zien ligt het er al een tijdje in. Maar wel grappig. Wat heb ik nou weer gevonden? Chicolo. Ik heb echt geen idee. Als je aan deze kant kijkt, lijkt het inderdaad een ventiel. Maar ja, dan is dit stuk weer zo gek. Ik denk het toch niet dan, hoor. Hè? Wat raar, joh. Nou ja. We gaan er even thuis induiken. Zou ik het maar doen? Ben komt met dit plaatje aanzetten, maar zal het nog met de oorlog te maken hebben? Want we hebben veel kogels gevonden en zink oorlogsgeld. Misschien is het van DAF geweest? Ja, DAF, ja. De militaire
voertuigen. We sluiten. Raf. Nee, het is DAF. RAF, dat is van de Royal Air Force, van de Britten. Ja. Maar DAF. Het zou kunnen hoor, Ben. Ja, nou we gaan weer afsluiten. We hebben toch weer een leuk dagje gezocht. Het was een lekker dagje. Ik had wel wat meer vondsten gehoopt, maar ja. Ach, we waren welkom bij twee hele aardige mensen. Ja, leuk dat we de boerderij hebben kunnen zoeken, of rond de boerderij. Ja. Dus dat was toch ook. Dat doe je ook niet elke dag, dat je bij iemand anders in zijn tuin mag scheppen. Daarom. Maar leuk joh, en een lekker bakje koffie, een stukje taart gegeten ook daar heerlijk, nog. Ja. Dat was ook leuk. Ja, ja. En ja, de vondsten, ja. De zinken oorlogsmunt is toch wel... Ja, de hele mooie zinken oorlogsmunt, ja, ja. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ja, ja. We waren een beetje jaloers hoor, hé. Ja, maar nee, dat je volgende keer... Als jij hier nog een keertje terugkomt, dan kun je er ook nog wel eentje op graven hoor, hier zo. Daarom. Nou goed, dan gaan we afsluiten. Het was een lekker dagje, frisse neus gehaald, lekker zonnetje erbij. Dus dat is ook al wat waard. Zit je lekker voldaan op de bank vanavond. En dan gaan we volgende keer maar weer lekker op een stortlandje zoeken. Zeker weten, ja. Yes? Ja, ja. Oké, mensen, tot later. Hoi. Ciao.